Dit is Pieter Jongstra. Hij is gekozen tot voorzitter van de NWA. Wat gaat hij doen om zijn brede achterban bij elkaar te houden? En vindt hij zichzelf wel de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment? Deze keer de column van Marisa Noronha, sinds 2012 RA en bestuurder van NBA Young Profs. Ze heeft een boodschap aan de studentenaccountancy over het spanningsveld tussen werk en studie. Maar we beginnen met Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid Tweede Kamerfractie en een van de aanjagers van het debat over accountants. Welkom bij de vierde aflevering van Accountant TV. Meneer Nijboer, wie vult bij u het belastingformulier in? Dat doe ik zelf. Oh ja? Dat doe ik zelf. En wilt u dan, doet u dat om zoveel mogelijk of om zo weinig mogelijk belasting te betalen? Om precies de belasting te betalen die van mij verwacht wordt, die ik moet betalen. Ja. Maar je kan als politicus denken van nou weet je, ik ga toch die dingen niet opgeven, want dan missen we weer belastingen voor een tijd van bezuinigingen. Ja, ik heb op zichzelf ook niet zo'n heel ingewikkeld inkomen of belastingformulier. Ik heb een hele goede baan, daar word ik goed voor betaald. Daar betaal ik belasting over. En verder is het niet zo ingewikkeld. Dus, is er een reden dat u geen accountant in de arm heeft genomen? Want nou, voor de verzekering heeft u wel een adviseur, heb ik begrepen. Ik vind het juist wel een goede zaak. Als je zelf ook beseft hoe het belastingstelsel in elkaar zit. Zeker als je ook over de wetgeving gaat. En komt u eruit? Ik kom eruit, zeker. In januari heeft u Kamervragen gesteld aan minister Dijsselbloem over de stevige partnerinkomens van accountants. En de minister heeft eigenlijk gezegd van nou, heb nou maar geduld. Dat komt nog wel, hoe we daarover praten en wat daarmee gebeurt. Heeft u dat geduld nog een half jaar later? Ja, ik heb eigenlijk in de hele financiële sector de beloning aan de orde gesteld. Van bankiers, daar hebben we een bonuswetgeving voor. Maar ook van accountants inderdaad. Die zijn heel hoog. En de vraag is dat eigenlijk redelijk voor een publieke functie die men uitoefent? En daar heb ik wat druk op proberen te zetten met de Kamervragen. Ik zie ook dat de investeringen die accountants moeten doen, minder hoge leverage, minder medewerkers op hun partner, dat zal leiden tot lagere inkomens. En ik vind dat ook een goede zaak. Je hebt je te verhouden tot de maatschappij waarin je bevindt. En ook in bijvoorbeeld de semi-publieke sector zijn de beloningen verlaagd. En ik vind het goed als je een beetje een normale beloning krijgt. Geen buitensporen. Wat is voor u een redelijke of een normale beloning? Ik vind een normale beloning, mensen mogen best goed verdienen. Maar ik vind een normale beloning voor een publieke functie niet tegen een miljoen aanlopen. Maar wat dan wel? Ja, ik ga hier geen absolute bedragen noemen. En ik vind ook, het is wel een functie die niet in de publieke dienst is. Hè? Dus die hoeft niet te spiegelen aan ambtenarensalarissen wat mij betreft. Maar het is wel een publieke functie. U zei in oktober vorig jaar, in de Tweede Kamer spreken we vaker over accountants dan mijn lief is. We zijn een stukje verder. Ik hoor niet meer over accountants. Nou, dat zal meevallen, want we hebben in het najaar weer een groot debat over de accountancy. Ook over de wetgeving die moet komen voor de onafhankelijke raad van commissarissen. Over toezicht. En dat gaan we in het najaar doen. Dan komt ook de AFM weer met rapporten. Maar het is denk ik wel een goede zaak dat de Kamer niet elke maand of elke twee maanden de hele toekomst van de sector gaat bespreken. Dat zorgt ook niet voor stabiliteit. Ik vind dat we met het rapport in het publieke belang de sector zelf de basis heeft gelegd voor verbeteringen. En daar moeten we ook wel een beetje de tijd voor geven. Maar ik zit ze wel op de hielen. Er is net weer, vorige week is gerapporteerd, voldoen we eraan? Hebben we alle ambities gehaald? Is het tijdpad dat we hebben afgesproken nog op orde? Dus ik hou de accountancy zeker in de gaten. U heeft het over de monitor die net zeker is uitgekomen. Zeker. En waaruit blijkt dat men voor 95% heeft voldaan aan de eisen die zijn gesteld om in juni een paar maatregelen te nemen. Vindt u dat een goede zaak, zo'n monitor? Dat zeker de sector dat zelf doet? Zeker heb ik in het Kamerdebat ook om gevraagd. Dus ik heb in het Kamerdebat ook echt gezegd van ja, het zijn mooie ambities, 53. Maar wat is het tijdpad? Waar gaat men aan voldoen? Rapporteert men daar ook over terug? En dat is men nu aan het doen en dat is een goede zaak. Heeft u nu al een ander inzicht gekregen wat dat betreft? Nou ja, er zijn natuurlijk gewoon zaken feitelijk veranderd. Er worden meer medewerkers aangetrokken. Er worden meer goede medewerkers aangehouden. Wordt geïnvesteerd in scholing. Onafhankelijke raad van commissarissen.
Raad van bestuur, de beloningen zijn aangepast. Dus er zijn zeker veranderingen gaande. Vooral de grotere kantoren, daar is het ook voor bedoeld. In de MKB-accountancy zijn er nog wel zorgen. Mijn beeld is toch een beetje, het was een probleem van de Big Four. De grote kantoren hadden hun zaakjes niet op orde en wij doen het al jaren zo goed. Ja. Maar ook daar zijn kwaliteitsproblemen en ook daar moet het beter. En daar zal ik ook de komende tijd aandacht voor vragen. U heeft het over ook de MKB-kantoor. Kunt u daar een voorbeeld van geven wat u niet in orde vindt daar? De kwaliteitsborging. Ook de autoriteit financiële markten zegt, er zijn goedkeurende verklaringen, maar waar zijn die eigenlijk op geënt? Dat is echt, en het is toch wel de kern van je beroep. Ja. Heeft u de indruk dat het beroep genoeg doet om die transformatie te kunnen doorvoeren? Nou, de afgelopen jaren niet. Nee. Ik vind wel dat daar veel verbeteringen zijn ingezet. Ik vind bijvoorbeeld zo'n monitor heel precies bijhouden wanneer welke maatregel is ingevoerd bij welk kantoor. Ook verantwoording afleggen als je daar te langzaam in bent, maar dat is gelukkig niet zoveel. Dat vind ik een goede zaak. Ja. Maar men zou zich nog wat meer in het publieke debat kunnen mengen. En ik heb ook nog wel meer wensen. Ik vind bijvoorbeeld het aantal hoogleraren dat echt onafhankelijk is, dat niet geleerd is aan het kantoor, veel te weinig. En dat is slecht voor de accountancy. Het is slecht als je geen onafhankelijke mensen hebt die vanuit de wetenschap zeggen hoe staat de sector ervoor. Het is maar een handje vol en dat kan eigenlijk niet zo. U vindt dat, en waarom kan dat niet volgens u? Omdat mensen die bij een kantoor werken en tegelijkertijd hoogleraar zijn. Ja. Het is natuurlijk ook een vak, dus het is prima dat er mensen zijn die dat doen. Ja. Het is ook goed in een wetenschap, in een wetenschappelijke discipline, als er echt onafhankelijke mensen zijn die alleen maar bezig zijn, hoe maak ik dat vak beter? Hoe wordt de kwaliteit hoger? Hoe borg je de onafhankelijkheid? Zijn er andere aansturingsmodellen? En die discussie is te beperkt. Als je bij een bedrijf werkt en je geeft nog 1 of 2 dagen college in de week, dan heb je natuurlijk niet de positie om te zeggen, eigenlijk dat hele partnermodel functioneert niet. Of eigenlijk zijn we hier bezig met een verdienmodel wat nergens op slaat. Dan moet je wel erg sterk in je schoenen staan. En ik zie dat die discussies de afgelopen jaren ook veel te weinig zijn gevoerd. Dat er druk vanuit de maatschappij en de politiek moest komen om veranderingen door te voeren. En de AVM overigens. Hoe zou je dat willen veranderen? Ik vind dat de universiteiten daar een grote rol in hebben. Die moeten ook mensen aanstellen die onafhankelijk zijn, die niet gelieerd zijn aan kantoren. En de sector zelf begint ook met een onderwijs- en opleidingsinstituut. Dat lijkt me ook een goede zaak, maar ik vind dit echt wel een belangrijk facet. Oké. De kantoren hebben zelf die gegevens voor die monitor aangeleverd. Wat vindt u daarvan? Nou, dat lijkt me op zichzelf logisch, dat je zelf rapporteert. Wat hebben wij in het bedrijf gedaan? Hoe is dat gegaan? Er is ook een commissie natuurlijk die dat allemaal inventariseert. Dus dat lijkt me een logische gang van zaken. U heeft geen achterdochtig gevoel? Nee, maar daar begin ik ook niet mee. Ik vind dat je moet vaststellen dat de kwaliteit onvoldoende is. En als mensen daarvan overtuigd zijn en verbetermaatregelen nemen en daarover rapporteren, en er is een commissie die daar ook nog weer op toeziet en de minister stuurt de Tweede Kamer de informatie, dan ga ik niet allemaal in details duiken of het allemaal wel klopt. Dan ga ik vanuit dat het klopt en als het niet klopt, dan krijgt men op hun kop. U wou iets anders zeggen? Donder. Over de balans tussen werk, studie en privé is de afgelopen jaar weer veel geroepen. Door werkgevers en opleiders, door young profs. Sinds mijn start in de accountancy in 2002 komt deze discussie steeds terug. En mijn gevoel daarbij is dat iedereen er wat van vindt, maar niemand er effectief wat aan doet. Werkgevers niet, opleiders niet. Maatregelen als het invoeren van een studieluw voorjaar in combinatie met zomercolleges hebben niet geleid tot verbetering van die balans. Belangrijker nog, ze hebben volgens mij niet geleid tot verbetering van de kwaliteit van jonge professionals. En dat is nu precies waar het om moet gaan. Daar komt het ook aan op de young prof zelf. Het is verleidelijk te wijzen naar werkgevers en opleiders, maar het gaat om onze eigen vorming. Het eerste doel van een goede balans is niet om ons leven aangenamer te maken. Het eerste doel is om goede jonge accountants te vormen met een combinatie van studie, werk en privébezigheden. Kwaliteit is waar we allemaal naar op zoek zijn. Vakbekwame young profs met een professioneel kritische instelling en een rechte rug. Vakbekwaamheid, dat dekt de combinatie tussen theoretische en praktijkopleiding wel af. Maar een jonge professional zonder rechte rug, daar is in mijn ogen geen goede young prof van te vormen. Een leidzame houding past daarbij niet. Ook niet in deze discussie. Het doet me denken aan het kuikentje Calimero. Maar zij zijn groot en ik is klein. En dat is niet eerlijk. Oh nee, dat kan sterker. In mijn studieperiode ben ik jonge professionals tegengekomen die hun werkgever vertelden:
tot ik accountant ben, staat studie op de eerste plaats. Dat lijkt een brutale bewering als starter in een accountantsorganisatie. Maar het zijn juist die young profs die hun rechte rug tonen. En daarmee de persoonlijke balans afdwingen die hen maakt tot de professionals waar ons beroep naar snakt. Pieter Jongstra is op 22 juni benoemd als MBA-voorzitter. Hij was bestuurder bij EY. Een nieuwe voorzitter in een turbulente tijd. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik zeg wel turbulente tijd, maar misschien vindt u het helemaal geen turbulente tijd voor de accountants. Nou, het is wel degelijk een turbulente tijd. Ja? Het is, jazeker, we hebben vorig jaar natuurlijk een hete zomer gehad. Niet zozeer qua temperatuur buiten, maar wel in ons beroep. Er is toen een geweldige prestatie eigenlijk geleverd door een aantal collega's. Jonge accountants en accountants die al in het bestuur zaten met een goed rapport. Dat rapport heet In het publiek belang. En daar zijn we hard mee aan de slag om de accountantssector in zijn geheel een nieuw gezicht te geven, te hervormen. Er is bij een aantal mensen die vinden vanuit de MBA dat u eigenlijk niet de goede man bent als voorzitter, omdat u komt uit die oude cultuur. Ja, eerst maar denk ik, als je als accountant heb je als voorzitter een paar dingen nodig. Eén, je hebt kennis van het vak nodig. Nou, niemand kan mij zeggen dat ik geen kennis van het vak heb. Ik doe dat nu 32 jaar. Met ongelooflijk veel plezier gedaan. Ik ben begonnen als assistent accountant en geëindigd als voorzitter van de Raad van Bestuur bij EY. Ja. Daarnaast heb je ook bestuurlijke ervaring nodig. En bestuurlijke ervaring is vooral belangrijk, denk ik, om een beetje gevoel te hebben van ja, hoe reageer je nou als het crisis is, raak niet meteen in paniek, maar probeer de zaken gewoon rustig te doen. Ik beschik over die ervaring. Ja, en dat heb ik bij een Big Four gedaan. Overigens ben ik daar inmiddels weg, een jaar al. Ik ben nu accountant in business, zoals we dat in de termen van onze ledenbestand noemen. En ook dat schept weer een heel ander perspectief. Want ja, je kijkt dan toch van buiten. Ik zit onder andere in de Raad van Commissarissen. En dan krijg je toch weer een ander perspectief op hoe de sector is. En je hebt ook een breder perspectief. Je ziet in ene veel meer dan alleen je eigen organisatie. Dus ja, ik ben blij dat ik gekozen ben tot voorzitter. Ja, u zegt, u zit in de Raad van Commissaris van EY? Nee hoor, nee. Ik zit niet. Ik heb met EY geen banden meer. Omdat u zegt, ik zit in de Raad van Commissarissen. Ik zit in de Raad van Commissarissen van APG. Dat is de grootste pensioenuitvoerder. Dus ook een interessant speelveld om actief te zijn. Ja, en ik haal het stempel niet weg dat ik 32 jaar bij EY gewerkt heb. Daar heb ik ook met enorm veel plezier gewerkt. Maar ik zit niet meer bij EY en ik ben nu, wat dat betreft, volkomen onafhankelijk. Ja, want in feite... En ik ben er dus eigenlijk voor alle leden, dat wil ik eigenlijk zeggen. Niet u bent niet een pion van die grote. Nou, zo voel ik me niet en ik geloof ook niet dat ze me zo zien. Nee. Maar ja, goed, die kritiek is van ja, jarenlang hebben ze toch de commerciële kant omarmd. Het is nu veranderd. Is het dan goed om een voorzitter te hebben die ook dat omarmd heeft toen, die commerciële kant? Ja. Nou, dat is inderdaad dat is een hele goede vraag. Ik bedoel, we zijn vooral ook door commercie gedreven, zijn we misschien wel een beetje weggegaan van echt het hart van het vak. En ook waar het rapport in het publiek belang eigenlijk voorgeschreven is, het terugbrengen van kwaliteit. En ja, ik zal niet ontkennen dat we daarin in die tijd misschien een beetje te veel doorgeschoten zijn. Het is wel een lekkere tijd ook wel, hè? Toch een beetje verdienen, het gaat goed, je bent onkwetsbaar. Nou ja, weet je, als het goed gaat, vindt iedereen het lekker. Dat is altijd zo. Ik bedoel, dan bereik je de doelen die je met elkaar wil bereiken. Ik geloof niet dat het om geld verdienen gaat. Tenminste, daar is het mij nog nooit om gegaan. Dat vind ik minder belangrijk. Ik heb het wel altijd heel belangrijk gevonden, ook toen ik bij EY was, om kwaliteit te blijven leveren. Maar ja, het Angelsaksische spreadsheet denken en het denken in en wat wordt de groei die we volgend jaar kunnen behalen, is natuurlijk wel iets wat niet alleen bij die Big Four, maar eigenlijk in hele grote gedeelten van niet alleen deze business, maar in de hele business zat. En ja, dan is zo'n crisis, dat druk je wel weer meteen op de feiten. En wat dat betreft hebben we misschien nog even tijd nodig gehad om dat echt onder de ogen te zien. Maar nu zien we het ook onder de ogen en nu zijn we er ook mee aan de slag. En ik denk dat dat hartstikke goed is. Prioriteit 1 is cultuurverandering. Vindt u ook dat dat geldt voor de MBA als organisatie, cultuurverandering? Ja,
Ja, in absoluut. Kunt u een voorbeeld geven? Wat je, dan? Ja, nou, als je tegenover je, de mensen die je vertegenwoordigt zegt... eigenlijk, je moet veranderen. En als je dan ook nog een aantal maatregelen voor jezelf hebt... dan moet je zelf ook de spiegel durven voorhouden... Ja. Om te zeggen van, nou, hoe kunnen we een betere verbinding met de leden krijgen? Beter dan dat die nu is. Ja. Hoe kunnen we voorkomen dat we in zo'n positie belanden zoals we... beland zijn vorig jaar. Ja, dat vereist een andere manier van communiceren... wellicht dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Dus die spiegel moet je jezelf wel voor willen houden. Maar met andere woorden, MBA's organisatie staat ook eigenlijk op de drempel van verandering. U zegt, er moet meer verbinding komen. Hè, u moet meer communiceren met het veld. Ja. Dat is tot nu toe, vindt u, eigenlijk te weinig gedaan. Nou, ik hoor uit het veld dat er wel eens wat meer... vanuit de MBA zelf gezegd mag worden... van, kijk, hier kijken wij zo tegenaan. Nee. Laat mij een voorbeeld geven. Het Grant Thornton label. Ja, de prijsvechterslabel, zouden ze dat hebben genoemd. Prijsvechterslabel. Daar hebben we het de vorige aflevering over gehad. Ja, dat was een uitstekende aflevering overigens. Heb ik met plezier naar gekeken en een hele goede discussie. Maar daar hebben we niet als MBA echt een geluid over laten horen. Ik vind dat we dat wel moeten doen. Ik vind dat we gewoon moeten zeggen wat we daarvan vinden... En ik wil nu ook best wel even zeggen wat ik daarvan vind. Even voor de volledigheid. Grant Thornton komt met een prijsvechterslabel. Gaan concurreren met de MKB-praktijk. Accountants gaan zich uitschrijven. En gaan zich mengen op de markt van de MKB. Ja. En daar zijn de MKB-accountants en de zelfstandige accountants niet helemaal blij mee. Sterker nog, Guus Halme heeft gezegd van Novak van... hé, dat is volksverlakkerij. Nou, hoe staat, als u nou voorzitter was op dat moment... Wat had u dan gezegd? Ik had duidelijk aangegeven hoe wij als accountantsorganisatie... de beroepsorganisatie van accountants, hoe wij daar tegenaan kijken. En wat ik niet een goede zaak vind, is dat je onder één label... of in één huis twee verschillende labels hebt. Ik vind dat dat niet het beroep eigenlijk zijn eer aandoet. Ik vind het ook niet goed om, zal ik maar zeggen, onder... rendementsdenken, marktdenken, want dat is het eigenlijk wat daar gebeurt. Om dan te zeggen, ja, weet je, dat gedeelte van de markt... als je dat wil bedienen, schrijf je dan maar uit het account. Maar dat doen ze ook, maar ze blijven wel onder de organisatie van Grant Thornton. Ja, maar dat is toch... ik vind dat een rare constructie. Kijk, als je nou kijkt naar KPMG en 216 accountants... dan zie je, dat blijft wel sterk gelieerd... wel van elkaar verbroken. Van KPMG is dat? Ja, het is van KPMG en 216 accountants. Dus de MKB-praktijk van KPMG heet met ingang van 1 april 216 accountants. Dat is een heel duidelijk. Mm-hmm. Het is een splitsing, ze zullen ongetwijfeld nog intensief blijven samenwerken, maar het is heel duidelijk. Als je onder hetzelfde label van Grant Thornton zegt, ja, je moet een gedeelte van de markt en je gaan bedienen, maar dan moet je je wel even uitschrijven, dat vind ik de eer van de stand niet... Aan de andere kant denk ik, als middenstander, als MKB'er met een kleine onderneming... dat is mooi. Ik hoef niet zoveel te betalen en ik kom toch bij zo'n Big Six terecht. Nou, marktwerking is wel goed, maar je moet niet... Er zijn genoeg administratiekantoren waar mensen terechtkomen. Maar ik zit hier niet voor de administratiekantoren. Ik zit hier als voorzitter van de beroepsorganisatie voor accountants. Ja. En... als je het accountantsberoep serieus wil nemen, ja, dan moet je, als je dat soort dingen wil doen, dan moet je echt heel duidelijk uit het huis Grant Thornton stappen, volgens mij. Dus en niet één accountantsorganisatie die dus twee verschillende diensten doet. Interessant, want ik kan me voorstellen dat u toch een telefoontje nu krijgt van Grant Thornton, die zegt van, hey, je bent voorzitter van het MBA, wil je een beetje gedijst houden? Ja, maar dat is nou precies waar ik eigenlijk naartoe wil. Ik wil die discussie wel aan met elkaar, want dat geeft ook wel duidelijkheid. Dus ik verwelkom het telefoontje van harte. Ik ga graag met Marcel in gesprek om mijn visie als beroepsorganisatie van accountants, want daar gaat het om dat uit te leggen. En ik ben ook bereid natuurlijk om een visie op een gegeven moment bij te stellen als een meerderheid van de leden dat vindt. Want ik zit er niet voor mezelf, ik zit er namens de leden. Maar wat ik bedoelde te zeggen is, je uitspreken is gewoon van belang. Nu we daar toch mee bezig zijn, Henk Nijboer, die zei in het interview zo net... dat hij de partnerinkomens te hoog vindt. En hij heeft daar Dijsselbloem op aangesproken. Hij vindt, het mag wel meer dan een ambtenarensalaris zijn... maar het hoeft ook niet meteen 6, 7 ton. En hij zegt zelf in Duitsland een miljoen te zijn. Hoe is uw standpunt daarbij?
Ja, ik denk dat de uitkomst van de resultaten van accountantskantoren, ik geloof niet dat de MBA daarover gaat. Het is marktwerking. En als in de markt, als je dat kan verkopen en die prijs wordt daarvoor betaald, ja, ik weet niet waarom je dat zou moeten reguleren. Het zijn marktpartijen. Ik geloof niet dat het ongelooflijk veel gaat helpen als je dat gaat reguleren. Wat helpt, is investeren in kwaliteit. En dat is ook wat we met de 53 maatregelen hebben geprobeerd te doen. En ik denk dat het ongelooflijk goed is hoe de kantoren nu investeren daarin. En ja, of die resultaten dan het gelijk blijven, ik weet het niet. Ik ben er eigenlijk ook nog nooit zo geïnteresseerd in geweest. Ook niet toen ik voorzitter was. Nee. Dan kan je makkelijk zeggen als je weet dat je zelf een goed salaris hebt. Hè? Geïnteresseerd in geld heb je vaak. Ik heb nooit geklaagd over mijn uitkomst. Dat is al heel snel was het boven mijn verwachtingen. Maar toch nog even doorgaan. Want in de samenleving, in de maatschappij, is salariering en bonussen is een heel belangrijk issue. Ja. Daar krijg je als voorzitter toch mee te maken. Ja. Dat zou kunnen, maar ik laat dat toch wel aan de marktpartijen over. Nijboer heeft het over dat het niet goed is dat je hoogleraar bent aan de universiteit en tegelijkertijd ook op een accountantskantoor werkt. Je bent niet meer objectief, je bent niet meer onafhankelijk. Ja. Ik denk dat het meevalt hoe onafhankelijk die professoren zich opstellen. Waar ik wel een warm pleitbezorger voor ben, is dat wij, en dat is ook een van de maatregelen, zelf als beroep, als beroepsorganisatie stimuleren, maar als beroep een soort wat we noemen accountancy lab. Dus wat onafhankelijker wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar misschien wat meer fundamentelere vragen. Want ja, dat zal ons beroep enorm helpen. Als ik het dan goed begrijp, zegt u van we moeten ons als MBA meer profileren. We moeten het debat, interne debat, meer enthousiasmeren. Ja. We moeten ons ook profileren door meningen, hoe wij tegenover een aantal ontwikkelingen binnen de accountsberoep staan. Zeker. Maar dat betekent dus dat de voorzitter ook naar buiten toe zich wat meer moet profileren. Nou ja, ik stel me zo voor dat ik misschien me iets meer uit dan dat tot nu toe het gebeurd is. Nou ja, ik vraag het omdat Nijboer zegt van het ontbreekt. Het publieke debat wordt niet echt geantameerd door accountants. Ze ontbreken in de discussie. Nou ja, ik neem zijn uitnodiging aan. Wij zullen daar ontzettend graag aan meedoen. Ik denk dat we misschien wel wat achter de coulissen hebben gewerkt wat dat betreft. En misschien is het ook wel tijd om wat meer voor de coulissen te komen. Als dat onze relevantie meer kan bepalen, als dat gezicht dan meer en duidelijker onze relevantie positief kan beïnvloeden, ben ik van harte bereid om dat te doen.